Zorgen om een afnemende vaccinatiegraad tegen kinderziektes. GGD Gelderland-Zuid merkt dat steeds meer ouders twijfelen over vaccineren. Zorgen bij de GGD over ziektes zoals kinkhoest en mazelen. Deze duiken de laatste tijd weer steeds vaker op. Dit staat direct in verband met de dalende vaccinatiegraad tegen de kinderziektes. Er wordt meer twijfel over vaccins geconstateerd dan vroeger. Dit geldt zowel voor ouders van gezonde kinderen, maar ook voor risicogroepen. Half februari meldde het RIVM een golf van kinkhoest in Nederland en publiceerde het Europese ECDC een dreigingsanalyse over mazelen. Mazelen en kinkhoest zijn de meest besmettelijke ziektes waartegen in Nederland gevaccineerd wordt. Om infecties onder controle te houden heb je een vaccinatiegraad van minimaal 90% nodig. Ja, we zien inderdaad dat de vaccinatiegraad in de afgelopen jaren is gedaald. Op dit moment is die zelfs onder de 90% gezakt bij kinderen van 2 jaar oud. Dus dat wil zeggen dat 1 op de 10 van de 2-jarige kinderen niet gevaccineerd is. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat meer infectieziektes dan de kop op zullen steken. Wat op dit moment te zien is bij kinkhoest, waar sinds februari 2024 veel meldingen binnen regio Nijmegen van binnenkomen. Afgelopen najaar zagen we ook veel meldingen van BOF. Dat is nu wel weer iets verminderd, maar dat heeft inderdaad met de lage vaccinatiegraad te maken. Ook in de spreekkamer van de GGD merken artsen dat de vaccinatiegraad daalt. Steeds meer ouders twijfelen over vaccinaties, wat versterkt is sinds de coronapandemie. En mijn collega's van de jeugdgezondheidszorg die gaan sowieso op 2 momenten in gesprek met ouders van jonge baby's. Als zij merken dat ouders twijfels hebben over het wel of niet vaccineren van hun kind, wordt er gekeken waar die twijfel zit en informatie aangereikt, zodat ouders zelf een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. We zien op dit moment in het zuiden van het land de lokale mazelenuitbraak, dus wij bereiden ons daar zeker op voor. De landelijke ontwikkelingen worden in de gaten gehouden, protocollen en werkinstructies zijn op orde en er wordt gezorgd dat bekend is wat men moet doen wanneer de mazelen uitbreken. Op dit moment is er geen mazelenuitbraak vastgesteld in de regio Gelderland-Zuid. De laatste mazelenuitbraak was 10 jaar geleden en ook door corona hebben we met een grootschalige uitbraak veel ervaring op gedaan. Maar mazelen, dat is een meldingsplichtige ziekte. Dus dat wil zeggen dat als die ziekte wordt vastgesteld door een arts of door een lab bij een patiënt, dan wordt dat gemeld bij de GGD. En wij vanuit de GGD gaan dan bron- en contactonderzoek doen. Dus dat wil zeggen, we gaan na waar de patiënt besmet is geraakt. En we gaan na met welke personen die patiënt allemaal contact heeft gehad om te kijken of zij risico hebben gelopen. En wat er nodig is om te voorkomen dat mazelen zich dan verder kan verspreiden. Gisteren begonnen studenten en personeelsleden van de Radboud Universiteit aan een protest. Ze stonden hierbij stil bij de situatie in Gaza en bij de gestopte demonstraties in Amsterdam van vorige week. Het doel van het protest was om de universiteit te dwingen hun banden met Israël bekend te maken en te verbreken. Een nacht ging voorbij, maar weg gingen de demonstranten niet. Tijdens het protest gisteren werden er tentjes neergezet en daar werd tijdens de nacht gebruik van gemaakt. Ondanks het advies van de universiteit om niet te overnachten, sliepen er zo'n 40 mensen op het grasveld van de campus. De gemeente besloot hier niet in te grijpen. De studenten zijn niet van plan om te wijken als hun eis niet wordt opgevolgd. Omdat het nog steeds nodig is. Onze eisen die je daar op het spandoek kunt zien zijn eigenlijk heel duidelijk. Wij eisen van de universiteit dat ze transparantie geven over alle banden met Israël die er zijn. Dat ze die banden verbreken en dat ze de genocide afkeuren. En dat is nog niet gebeurd. Er zijn nog steeds geen duidelijke statements en wij blijven hier staan totdat die er wel zijn. Ik kan niet namens iedereen hier spreken natuurlijk. Mensen zitten in verschillende situaties, maar ik weet van een harde kern en onze steun als studentenvakbond in ieder geval dat wij hier willen blijven. Ja. Er zijn tijdens het protest in tegenstelling tot de studentenprotesten in Amsterdam geen gekke dingen gebeurd. Ook op de vroege ochtend heerst er een rustige sfeer met wat muziek. De studenten beschrijven het protest dan ook als vreedzaam. Ik was hier zelf ook gisteren vanaf de opbouw en de sfeer is hier eigenlijk heel gemoedelijk geweest. Nu is het een redelijk slaperige morgen, mensen hebben hier overnacht. Je ziet het achter mij, het is vredig, vreedzaam en gemoedelijk en dat willen wij ook graag zo houden. Een woordvoerder van de Radboud Universiteit laat weten dat er ruimte is voor protest en wetenschappelijke discussie. Het advies blijft alleen om niet te overnachten op de campus. Over vervolgstappen kon de woordvoerder nog niet zeggen. Burgemeester Brul zag maandagavond geen reden tot ingrijpen en dat is dinsdagmiddag nog niet gewijzigd, laat een woordvoerder van de gemeente weten. De studenten zijn hier dan ook blij mee.
Ik hoop dat het zo blijft of dat de eisen worden ingewilligd. Dat natuurlijk nummer één. Ik denk dat het duidelijk is dat wij geen escalatie willen. In solidariteit met Utrecht en Amsterdam denk ik dat ons, ja, je zou kunnen zeggen, modelkampement ook heel goed laat zien dat het goed gaat wanneer je geen provocateur stuurt, wanneer je niet de politie naar binnen stuurt. En ik had het ook niet aanzien komen dat ons CVB en Hubert Bruls nog eens een lesje zouden geven aan Femke Halsema over hoe je met demonstranten omdient te gaan. Maar zoals het nu gaat, gaat het goed. Het bergen van het gebroken schip op de Waal bij Deest gaat nog niet voorspoedig. Dat laat Gabi Huisman van Nederzand het projectmanagement weten. Ze zijn al een aantal dagen met het bergen bezig, maar het gaat niet vlot. Het schip ligt bij de zandwinningslocatie tussen Deest en Winse, even ten westen van Nijmegen. Nederzand begeleidt de zandwinning. Hoe het schip heeft kunnen breken is nog altijd onduidelijk. Gisterochtend is er opnieuw een poging gedaan het schip te bergen, maar weer zonder succes. De Radboud Universiteit heeft de nieuwbouwplannen voor de geesteswetenschappen voorlopig in de ijskast gezet, vanwege geldtekort. De oorspronkelijke opleveringsdatum van het nieuwe gebouw was gepland voor 2027. De medewerkers van de betrokken faculteiten zullen minstens een jaar langer in het Erasmusgebouw moeten werken. Het uitstel is het gevolg van financiële uitdagingen waar de universiteit mee te maken heeft. De instroom van studenten wordt lager, terwijl kosten zoals salarissen stijgen. Daardoor wordt er structureel negatief resultaat van vele miljoenen euro's verwacht voor de komende jaren. NEC maakt komend seizoen geen extra zitplaatsen vrij voor seizoenkaarthouders. De club doet dit om te voorkomen dat de verkoop van losse kaarten onder druk komt te staan. Van de 12.500 plaatsen in het stadion zijn er komend seizoen 8.500 gereserveerd voor houders van een seizoenkaart. Afgelopen zondag verliep de deadline voor houders van een seizoenkaart om de kaart te verlengen. Vorig jaar verlengden slechts 286 fans hun seizoenkaart niet. Naar verwachting is dat aantal dit jaar wederom erg laag. Volgens NEC staan er ongeveer 5.000 mensen op de wachtlijst voor een seizoenkaart. Een omstreden zonnepark aan de Oude Wijzenstraat in Afferden krijgt een nieuwe kans. Burgemeester en wethouders van Druten willen meewerken aan de komst van de zonnepanelen. Een eerdere weigering van de gemeente om mee te werken werd door de rechtbank vernietigd. Het gaat om een weiland aan de Oude Wijzenstraat ten zuidwesten van Afferden. Een boer heeft de grond verkocht aan twee projectontwikkelaars in zonne-energie. Voorwaarde is dat zij binnen een aantal jaren een zonnepark aanleggen. Door lockdowns en online winkelen hebben fysieke winkels het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Om lokale stenen winkels te steunen en de charme van fysiek winkelen te benadrukken, vindt van 13 tot en met 19 mei de Week van de Stenen Winkel plaats. Tijdens de Week van de Stenen Winkel worden in Wijchen 9 verschillende type winkels in het zonnetje gezet. Onder andere kringloop, bloemen- en meubelwinkels, juweliers, drogisterijen en kledingwinkels. Een van de deelnemende winkels in Wijchen is slagerij Sanders. Nou, als je aan de Week van de Stenen Winkel denkt, dan denk je aan lokaal, vind ik. Nou, aan lokaal is slagerij Sanders, want wij halen alles uit eigen regio. Denk aan het vlees, denk aan de kruiden, allemaal uit eigen regio. Dus dat vinden wij heel belangrijk. Dus ja, aan de supermarkt is dat wat minder. En wij doen alles wat kleinschalig, en dat proef je ook. Slagerij Sanders is van origine een familiebedrijf dat al sinds 1914 bestaat. Oorspronkelijk afkomstig uit Brabant is de slagerij inmiddels een lokaal begrip in Wijchen. Het is ook niet de eerste keer dat de slagerij meedoet aan de Week van de Stenen Winkel. Wij doen het nu voor de tweede keer. We gaan er het weekend iets meer aandacht aan geven, want dan is het ook wat drukker. En nu ook met Pinksteren, dus dat valt helemaal mooi samen. En daardoor gaan wij wat leuke acties meedoen. De Week van de Stenen Winkel is bedoeld om meer aandacht te creëren voor fysieke winkels, nu steeds meer mensen digitaal hun aankopen doen. De week zorgt voor een boost qua klanten, al heeft dat volgens de winkel van Slager Ariens ook een andere reden. Wij merkten wel iets toename, maar wat wij vooral merken is dat het door de zon dat we drukker krijgen. Want dan gaan de mensen juist barbecuen, lekker salade eten, dus dat is voor ons eigenlijk nog belangrijker. Niet alleen slagerij Sanders doet mee aan het initiatief. Verschillende winkels in Wijchen doen mee aan de Week van de Stenen Winkel. In onder andere Wijchen is steeds meer leegstand te zien. Dit is terug te leiden tot niet alleen het online winkelen wat mensen steeds vaker doen, maar ook door de lockdowns van de afgelopen jaren. Een kleine verrassing, maar we geven wel wat dingetjes weg. Gewoon als klanten komen, gewoon leuk een bakje salade meegeven, dat doet al goed voor een mens. Het hele Pieterpad lopen in 16 dagen in je eentje. Voor de meeste mensen is dat al een uitdaging, maar voor Wenneke Kempenaar al helemaal. Ze is slechtziend en wil zichzelf met deze tocht bewijzen en geld ophalen voor het goede doel.
het Pieterpad. Ruim 500 kilometer van het noordelijkste stukje van Groningen tot aan de Sint-Pietersberg in de Limburgse Maastricht. Voor Wenneke is het een hele uitdaging. Ze heeft een erfelijke aandoening waardoor ze nog maar 10% ziet. Ze zal gelukkig nooit blind worden, maar door deze afwijking kan ze niet scherp zien en geen kleuren meer onderscheiden. Ondanks haar aandoening is wandelen een van haar hobby's waar ze dan ook enorm veel plezier uit haalt. Wenneke is al goed onderweg. Ik liep een stukje van de route in Groesbeek mee. Ik hou gewoon heel erg van wandelen. En ik had zin om een keer een echte lange wandeling te maken. En dat is het Pieterpad, dus 500 kilometer. Maar ik vond het ook wel leuk om er iets aan te verbinden. Om mezelf te motiveren, maar ook anderen te motiveren. Tot nu toe gaat het eigenlijk goed. Hoewel ik in de bossen af en toe even moest spoor zoeken. Daar waren de markeringen niet heel erg goed. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ik heb op mijn telefoon een GPS. En daarmee kan ik zien of ik goed op de route loop. Maar je moet vooral rustig blijven en niet er binnen kraken. Wenneke loopt de tocht helemaal alleen. Zonder blinde geleidestok of hond. Ik moet eerlijk zeggen dat zonder mijn telefoon zou ik nergens zijn. Want ik maak heel vaak foto's van dingen zodat ik ze kan vergroten. Ja. Ik kan nog genoeg zien om niet een stok te hoeven gebruiken. Vind ik eigenlijk ook wel fijn. Want zo'n stok is ook heel snel stigmatisering. Als je hem nodig hebt, heb je hem nodig. Hè? Dat is niet dat ik dat daarmee wil zeggen. Maar zolang je hem niet nodig hebt, helpt het je gewoon ook in dat andere mensen ook zelfstandig naar je kijken. En Wenneke haar doel? De Sint-Pietersberg halen met zoveel mogelijk geld voor het oogfonds. Ik heb natuurlijk twee doelen. De ene is gewoon echt een persoonlijk doel. En dat is dat ik gewoon mezelf wil laten zien dat ik dit zelfstandig kan. Met hulp van wat kleine digitale hulpmiddelen. Maar de andere is echt geld ophalen voor het oogfonds. Zodat er meer onderzoek kan worden gedaan naar oogaandoeningen waar nog niks aan te doen is. Er zit een weeromslag aan te komen, maar echt doorzetten wil het niet. Gisteravond werden we uiteindelijk nog onthouden van de voorspelde buien. En deze avond stelt het ook niet heel veel voor. De meeste buien concentreren zich in het westen van het land, wat zorgt dat wij nog niet zoveel te klagen hebben. Ook morgen staan er buien op het programma, maar het is even afwachten hoeveel wij daarvan meekrijgen. Buiten de enkele buien om is er morgen een afwisseling van bewolking en zonnige periode bij een temperatuur van zo'n 24 graden. Donderdag wordt een dag met wat meer buien, verspreid over de dag. Het is dan ook iets koeler met zo'n 20 graden. Daarna blijft het licht wisselvallig bij diezelfde temperaturen, waarmee het net iets warmer is dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 14 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl of in de RN7-app. Wist je dat je onze redactie ook heel simpel een appje kunt sturen? Kijk voor het telefoonnummer op rn7.nl. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.